25 tot 30% woningen minder dan oorspronkelijk gepland in 2010. De woningmarkt zit op slot en de crisis doet de rest. In 2010 maakten alle gemeenten in Overijssel prestatieafspraken met de provincie. Die afspraken gelden tot 2015 en zijn nu nog eens tegen het licht gehouden. In overleg met de provincie worden de doelstellingen nu naar beneden bijgesteld. Het is jammer. We proberen de woningbouw zoveel mogelijk te stimuleren. Maar het is niet een Overijssels probleem. De afgelopen 2 jaar hebben we het eigenlijk nog heel erg goed gedaan qua nieuwbouwcijfers in Overijssel. Als je dat vergelijkt met andere provincies buiten de Randstad. Dus wat dat betreft is het echt heel goed gegaan. Maar ja, desondanks moet je toch met elkaar constateren dat die woningmarkt wel ernstig op slot zit. Maar niet alle gemeenten verwachten een neergaande tendens in de woningbouw. In het algemeen komen plattelandsgemeenten er gunstiger vanaf dan de grotere steden. Steenwijkerland en Twenterand bijvoorbeeld zijn gemeenten waar het goed gaat. We gaan zowel het aantal te bouwen woningen ruimschoots halen. Dat was volgens de afspraak in de periode 2010-2015 750 stuks toe te voegen in Steenwijkerland. We zitten nu op ruim boven de 600. Dus in de rest van de periode gaan we ruimschoots die 750 halen. Om de woningmarkt verder te stimuleren heeft de provincie 4 miljoen extra in een fonds gestopt dat starters op de woningmarkt moet helpen makkelijker een huis te kopen. Naar verwachting kunnen zo'n 800 starters hiervan profiteren.